Welkom, we gaan vandaag oefenen aan berekeningen van zwakke zuren. Ik heb 5 oefenopgaven. Berekening van het pH van het zwakzuur HClO2. Met dezelfde concentratie HCN gaan we ook vooral kijken naar de invloed van die KZ op het pH. Een basisoplossing gaan we de pH van berekenen. We gaan de pH berekenen van een zout, van een aluminiumchloride oplossing. Waarbij dat aluminiumion dat gehydrateerd is ook als een zwakzuur optreedt, dat kan ook. En een berekening. Ik geef even de antwoorden. En dan gaan we ze stuk voor stuk uitkouwen. De eerste berekende pH van 0,012 molar HClO2, waterstofchloriet. KZ is gegeven, zwakzuur. Dus er stelt zich dit evenwicht in. Als het evenwicht heeft ingesteld, dan geldt de evenwichtsvoorwaarden. KZ is de concentratie van H3O+, keer de concentratie van ClO2-, gedeeld door de concentratie van HClO2. De eerste opgave ga ik helemaal behandelen met een berekschema. Ik ga uit van een volume van 1 liter. We hadden 0,012 molar HClO2, dus 0,012 mol HClO2 in een liter. Nou, als je begint, dan heb je nog geen H3O+ en ook nog geen CLO2-, nog niet voordat het evenwicht zich heeft ingesteld. Dan gaat het evenwicht zich instellen en dan is er een hoeveelheid X van het HClO2 dat ioniseert. Nou, de molverhouding 1 op 1, dus ik krijg hier ook X mol H3O+ en X mol CLO2-. Dat betekent dat ik hier op het einde heb 0,012 mol min X. Hier 0 plus X is X en hier rechts dus ook. En nu, omdat we alles uitrekenen bij een volume van 1 liter, en dan geldt concentratie is N gedeeld door V, is dit het aantal mol gedeeld door het volume van 1 liter, dus komt daar hetzelfde bedrag. En het gebeurt daar en daar ook. Dit is mijn ingevulde berekschema. Haal ik de KZ erbij. Daar staat die H3O+ is X, CLO2- is X. En de concentratie HClO2, 0,012 min X vind ik hier. Hou ik dit over. En dit moet ik gaan uitrekenen, 1 vergelijking met 1 onbekende. Daar staat hij. Kan op 2 manieren. Tenminste, dat gaan we even uitzoeken of dat kan. Ten eerste, het simpelste wat ik ook kan aanraden om mee te beginnen is x verwaarloosd ten opzichte van die 0,012. Als x een heel klein getal is, dan is 0,012 min een heel klein getal nog steeds nagenoeg 0,012. Oké, als ik dat doe, laat deze dus weg, hou ik over x kwadraat gedeeld door 0,012 is 1,1 keer 10 tot de min 2e. Dat vind je hier. Nou, 0,012 naar de andere kant en dan trek ik hier de wortel uit. Negatieve concentraties doen niet mee. Dus ik vind hier deze x. Was mijn verwaarlozing terecht? Nou, dit kan absoluut niet. Deze x, die waarde die ik hier vind, is 0,011489. En ten opzichte van die 0,12, ja, is dat 96%. Dit slaat nergens op. Dus de verwaarlozing is hier onaanvaardbaar. Ik moet het dus braaf gaan oplossen met de ABC-formule. Dat betekent dat ik x hier niet ga verwaarlozen. X kwadraat is 1,1 keer 10 tot de min 2e maal dit bedrag. Die gaat naar de andere kant. Daar staat hij. Netjes uitwerken. Die keer 1,1 keer 10 tot de min 2e is dit bedrag. Min x keer 1,1 keer 10 tot de min 2e is die. En x kwadraat. Netjes uitwerken. Dan vind ik a is 1, b is dit en c is die. Ga ik het invullen in de ABC-formule. Vind ik een x is 7,238 keer 10 tot de min 3e. X was de concentratie van H3O+. Dus als ik dat hier invul, dan is de pH 2,14. Opnieuw een zwakzuur waar we de pH van gaan berekenen. Dezelfde concentratie, maar nu met een KZ die een stuk kleiner is dan wat we zojuist zagen. Zwakzuur stelt zich dit evenwicht in. En er hoort deze evenwichtsvoorwaarde bij. Ik ga hem niet meer helemaal uitkouwen. We weten nu die H3O+, dat noemden we X. Molverhouding is hier 1 op 1. Dus ik krijg daar X kwadraat gedeeld door
de beginconcentratie min wat er afgesplitst is, dus 0,012 min x, 6,1 keer 10 tot de min 10e. Dit gaan we nu oplossen. En in eerste instantie ga ik dat oplossen door deze x te verwaarlozen ten opzichte van die 0,012. Dan hou ik over x² gedeeld door 0,012 is 6,1 keer 10 tot de min 10e. X² is dus die. Dan haal ik de wortel uit en dan vind ik 2,7 keer 10 tot de min 6e. Dat is ten opzichte van die 0,012 0,023%. Nou, dan is de verwaarlozing toegestaan. Die grens ligt bij 10%. En dat betekent dat x dus gelijk is aan dit bedrag. Dat is de concentratie van H3O+. En daarmee vind ik een pH van 5,57. Had ik het netjes met de wortelformule gedaan. En ik verwaarloos dan niet die x ten opzichte van die 0,012. Dan zie je dat ik ook vind 5,57. Dus dat is een geruststellende gedachte. Nu kunnen we zien wat de invloed is van de grootte van de KZ op de pH. In beide gevallen hebben we een zwak zuur met dezelfde concentratie. Nou, dit zijn de bijbehorende evenwichten en de bijbehorende KZ-waarden. Nou zie je, deze KZ is vele malen groter dan die. Als de KZ groter is, dan is dus de concentratie van de deeltjes in de teller groter, dus H3O+ is groter. Dat betekent dat hier het evenwicht meer rechts ligt. En als het evenwicht hier meer rechts ligt, dan zijn er dus meer H3O+ ionen per liter aanwezig. Dus dat betekent een lagere pH en dat zie je ook, dat volgt ook uit onze berekening. Gaan een berekening toe van een base natriumchromaat. Het chromaation gedraagt zich basis, neemt een H plusje op. Dan kun je weer een brekschema opstellen, maar het gaat net zoals bij die zuren. Kb is die keer die gedeeld door wat daar links staat. Het chromaation is 3,1 keer 10 tot de min 8e. Dan kun je weer x invullen. X gedraagt 0,083 min x is 3,1 10 min 8. Eén vergelijking met één onbekende. Ga ik oplossen door eerst x te verwaarlozen. En als ik dat doe, vind ik een concentratie OM in, ofwel een x van 1,6 keer 10 tot de min 4e. Er hoort een pOH bij van 3,8 en een pH dus van 10,21. En de verwaarlozing is toegestaan zoals je hier ziet. Had je het braaf gedaan met de wortelformule, dan zie je dat je ook op hetzelfde bedrag uitkomt. Dus ook hier worden we gerustgesteld dat dit best een goede oplossing is als x maar klein is ten opzichte van die 0,83. Nu wil ik hier even laten zien dat een aluminiumchloride oplossing ook zuur kan zijn, want het aluminiumion dat gehydrateerd is, gedraagt zich zuur. Je vindt hem gewoon in je binas. Kijk maar bij KZ 9,8 10-6. Hoort dit evenwicht bij. Dus deze KZ braaf overschrijven, x² invullen, 0,10 min x eronder, x verwaarlozen. En dan vind je een pH van 3. Nou, behoorlijk zuur dus voor een aluminiumchloride oplossing. Toen ik dat de eerste keer had uitgerekend, toen zat ik ook 5-1 in de klas, kon ik dat niet geloven en vroeg aan mijn scheikundeleraar om die oplossing te mogen maken. Nou, dat mocht natuurlijk. En ja, toen meette ik de pH en inderdaad 3,0, zoiets was het. Nou, dat was een jeugdherinnering. We gaan naar de volgende. Breken het aantal gram HBrO, dat is waterstofhypobromiet, als ik goed ben ingelicht, in 500 milliliter water moet oplossen om een pH te krijgen van 5,10. KZ is hier gegeven. Oké, zwak zuur met een KZ is bekend. En de pH is 5,10, dus de concentratie H3O+ kan ik berekenen. 10 tot de macht min pH is dit bedrag. Mooi laten staan op je rekenmachine. En nu is het weer tijd voor een brekschema. Waarom? Omdat ik beginhoeveelheden hier moet gaan uitrekenen, terwijl ik hier al een eindhoeveelheid heb.
brekschema komt er als volgt uit te zien, gebaseerd op een volume van 1 liter. En deze concentratie die gaan we verwerken. Zo, brekschema. De hoeveelheid HBRO die ik moet gaan uitrekenen noem ik X. Dat is mijn beginhoeveelheid die ik oplos. Nou, voordat het evenwicht heeft ingesteld is er nog geen H3O plus en nog geen BRO min. Maar ik weet, na afloop is wel de concentratie H3O plus bekend. Dus die kan ik hier invullen. En omdat het volume 1 liter is, is het aantal mol hier bekend. Hetzelfde bedrag. Nou, als ik met niks begon en ik hou dit op het einde, heeft dit zich dus gevormd toen het evenwicht zich instelde. Molverhouding 1 op 1, dus deze is ook dat bedrag. Dus dan kan ik die en die ook invullen. En nu weet ik ook informatie, heb ik ook informatie over de hoeveelheid HBRO die hier is weggereageerd. Want de molverhouding is 1 op 1. Dus daar komt een minnetje. Hou ik daarover x min dat bedrag. En in het volume van 1 liter kan ik die invullen. Aha, ik pak de kz erbij. Concentratie H3O plus ken ik, BRO min ken ik ook. Dus die ga ik mooi kwadrateren, dat bedrag. Hupsakee, HBRO, x min dat bedrag, x min dat bedrag. Het is dus gelijk aan 2,8 keer 10 tot de min 9. Een vergelijking met 1 onbekende. Die kan ik gaan uitrekenen. Die gaat naar de rechterkant, die gaat naar de linkerkant. Die schiet er dan onder. En x vrijmaken. Levert mij op 0,0225. Wat was x ook alweer? X was het aantal mol HBRO dat ik had opgelost in 1 liter, in 1000 milliliter. De vraag was per 500 milliliter uit te rekenen, dus dan neem ik daar de helft van. En er hoort bij massa is molaire massa keer mol van HBR en O, vermenigvuldigd met het aantal mol 1,1 gram. En dan ben ik er. Nou, dit waren de oefenopgaven. Bedankt.